tiener wilde ik, net zoals elke tiener, liefde ervaren en experimenteren. Maar er was een klein probleem. Ik was nog niet uit de kast. En ik kwam uit een kleingelovig dorpje met weinig andere queers. En daarom had ik ook eigenlijk geen idee waar ik moest beginnen met mijn zoektocht. De meest veilige en anonieme manier was voor mij het internet. Queers daten minstens 5 keer vaker via online dating apps in vergelijking met hetero's. En lopen daarbij ook nog eens meer risico om slachtoffer te worden van een misdrijf. En dat is niet zonder reden. Veel queer personen durven namelijk niet uit de kast te komen of in het openbaar te daten. En daarnaast is het lastig om iemand tegen te komen met dezelfde voorkeuren. Daarom bieden online dating apps altijd een uitkomst voor queer mensen. Met slechts een paar klikken kun je een geil of spannend avontuur beleven. Maar er zit ook een keerzijde aan deze apps. Want hoe weet je zeker dat de persoon met wie je praat ook is wie die zegt dat hij is? Waar spreek je uiteindelijk af? En wat doe je als je niet helemaal vertrouwt? Dat leer ik jou in de komende weken. Dit is Sex in the Scene. Oh my. Hoe kun je online zo veilig mogelijk experimenteren als jonge queer? Dat laat ik je in deze serie zien. In deze aflevering stel ik me de vraag, waar begin je? Ik zoek uit hoe het is om voor het eerst op queer dating apps als Grindr en Bullchat te gaan. Ik heb net een profiel aangemaakt en mijn inbox stroomt nu al vol. Laten we kijken wat er binnenkomt. Oh my god, die stuurt gewoon gelijk een tumor. Oeh, echt een hele oude man. Hoi, welkom en groetjes vanuit Amsterdam Centrum. Hoe gaat het met je vandaag? I'm a big daddy. Looking for a boyish young man. Oh my god, nog een dick pic. Mensen sturen ook gewoon gelijk al een dick pic zonder iets van hey of hoe gaat het of zo, gewoon bam in je gezicht. Oh, commercial. Slave voor dominant. Ook weer met foto's. Alex stuurt een paar foto's door. Oh, dit is een knappe jongen. After party. Het is 12:30 's middags. Wij zijn 2 broers, willen pijpen, rimmen, likken, neuken. Gepijpt en geneukt worden, kunnen ontvangen. Het is vooral een mix tussen hele oude mannen die piemel sturen of hele jonge jongens weer. Je bent jong, queer en wilt online gaan daten, maar waar begin je dan? Er zijn verschillende platforms. Een leuk instapmodel is Jong en Oud. Dat is een app voor jongeren onder de 18 jaar waar je met elkaar kunt chatten. Ben je ouder dan 18 jaar, maar heb je nog geen zin in dickpics, dan kun je beter naar Tinder gaan. Dit is een app die wat minder gericht is op seks en je kunt je account verifiëren. Anonieme accounts worden hier dan ook wat minder gewaardeerd. Wil je liever geen foto van je gezicht gebruiken, dan kun je beter naar Grindr gaan. Hier kun je een geheel anoniem account aanmaken, maar je moet er wel wat gegevens invullen. Wil je liever geen gegevens invullen, dan kun je beter naar Bullchat gaan. Hier kun je dus geheel anoniem chatten, maar let op, de anussen en piemels vliegen hier wel om je oren. Er zijn nog meer apps. Wil je weten welke dat zijn en wat ze kunnen? Klik dan op het linkje in de beschrijving en hier vind je dan een overzicht. Mijn naam is Hugo Kennis. Mijn eerste online date dingetje was eigenlijk via Grindr. Ik kwam in Amsterdam wonen. Ik was 22. Ik kende eigenlijk niemand in Amsterdam. En ik had geen huis. Dat is een belangrijk detail. Hoi, Hugo, single. Zoek nog woonruimte. Haha. Dat was echt. Oké, nou, veel contact gehad. En toen kreeg ik eindelijk een man die heel serieus zei, nou, ik heb woonruimte. Het is wel maar voor 3 maanden. Want toen dacht ik, nou, 3 maanden is prima. Ik ben daarheen gegaan, overdag. Prachtig huis. Ik dacht, oh yes, ik ben binnen, dit is het. En die man doet open in zijn badjas. Toen zei hij, wil je ook de slaapkamer zien? Ik zei, ja, is goed. Ik kom de slaapkamer in. Daar ligt meneer nakend. Met een enorme grote piemel. En hij schrikt gewoon. En hij ziet mijn reactie. En hij schrikt eigenlijk ook. En toen zei hij, oh, jij meent het serieus van het huis. Ik dacht dat we roleplaying aan het doen waren. Ik zei, nee. Dus hij was eigenlijk net zo gegeneerd als ik. Uiteindelijk ben ik gewoon weggelopen. Heb hem dus, je kan dus iemand blokken. Nou, heb ik hem geblokt. En toen dacht ik, dit wordt een moeilijke tijd in Amsterdam. Dickpics, bizarre gesprekken en bijzondere fetishes.
Als je bekend bent met queer dating apps, dan kijk je er niet meer van op. Maar wat vinden mensen die dit voor het eerst zien er eigenlijk van? Oké, dus ik ga een account aanmaken. Is cool. Oké, nickname. God. Pablo. Want dik. De roze flamingo. Johnny boy. Wow, oké. Wow, damn, wow. Damn, ja. Yeah. Ik zie heel veel namen. Ik zie heel veel profielen van mannen met blote lichamen. Nou, die namen, elkaar lekker verwennen. Facefuck onervaren 30. Suck day the best. Ho. Ik zuig je nu. Ja, ik durf er eigenlijk bijna niet op te klikken, joh. HIV status. Oké. Dat ik hier zo mensen zie die gewoon foto's maken van hun voeten als profielfoto. Ja, ik heb natuurlijk geen idee wie dat eigenlijk is. Dus dat kan ook gewoon, weet ik veel, buurman Frans zijn van 80. Weet jij veel? Iemand praat. Oh my god. Hey, brede mannelijke top. Is er op gereageerd. Ik zou het leuk vinden om serieus met iemand af te spreken. En hij zegt wel in die broek, vraagteken. Wat wil je precies? Vertel eens. Een beetje praten, knuffelen. Gewoon vertellen. Ik kan overal tegen, hoor. Op zich is dat wel fijn dat iemand die vragen stelt. Want dan weet je van, ik kan gewoon eerlijk antwoorden. Stats. Wat betekent dat? Je bent aan het chatten en ineens vraagt iemand om je stats. Er staat Bareback of Tina in het profiel en jij weet niet wat het betekent. Wat doe je dan? Zoek deze woorden op. Het is belangrijk dat je de betekenis weet om onveilige situaties te voorkomen. Wij hebben een overzicht gemaakt met de woorden die je tegen kunt komen en die vind je via de link in onze beschrijving. Terug naar mijn dating app avontuur. Inmiddels ben ik een tijdje en heel veel berichten verder. Ik wil op date, maar die score ik natuurlijk niet zonder een gesprek. Hoe gaat dat chatten er eigenlijk aan toe? Ik heb best wel veel berichten. Ik heb hier al een oude man. Die stuurt zijn piemel naar me toe. Hey, wat zoek je? Iemand die wilt blowen en zijn piemel naar me toe stuurt. Hij heeft ex, Keta, 3MMC. Genoeg gezelligheid dus, zegt hij. Nu klinkt erg goed. Oh, dus hij wil nu afspreken. Een oude man ook weer. Hoe gaat het met je vandaag? Ook lekker. Lekker lijf heb je. Ook lekker knuffelen, zoenen, samen douchen, je masseren en pijpen. Ik woon op 5 minuten loopafstand van Amsterdam Centraal. Oké, maar kunnen we wel eerst even bellen? Oh, hij zegt nu een paar serieuze zaken. Vertrouwen, respect en attentheid zijn voorwaarden voor een goed contact. Ook gezondheid, fysiek, seksueel, emotioneel, mentaal en corona is een prioriteit voor mij. Dan hebben we Willem, een anoniem account, geen profielfoto of iets. En hij zegt, hey man, zin om iets te verdienen. Hoeveel zou je geven? En wat moet ik daar dan voor doen? Daddy zegt, wat zoek je? Een leuke avond? Oeh! Hoi, ik ben Mama Queen, of Dennis. Ligt een beetje aan hoe je me kent. Zo ben ik eigenlijk Dennis, maar normaal gesproken ben ik een drag queen. Ik ben op mijn 18e uit de kast gekomen bij mijn vrienden. En een van mijn beste vrienden was ook gay. En die heeft mij een beetje geïntroduceerd aan gay.nl, aan Grindr en aan Bullchat. En het heeft bij mij best wel even geduurd voordat ik er aan kon wennen, zeg maar, voor mezelf. Ik was meer op zoek naar verliefd worden op iemand dan naar seks met iemand. Ik vond het vooral heftig dat mensen direct naar je status vragen en waar je van houdt en wat je voorkeuren zijn. En dat het eigenlijk als een soort checklist, oké, ik ben naar dit op zoek. Dus ik vraag meteen heel direct van, vind je dit leuk, vind je dat leuk, hou je hiervan, hou je daarvan. En als je net zeg maar uit de kast bent en je weet het eigenlijk nog niet precies allemaal waar je nou van houdt en of je fantasie en de werkelijkheid zeg maar overeenkomen, dan is dat best wel direct, als je eigenlijk op elke vraag zegt van ja, dan weet ik eigenlijk niet. Ja, ik weet wel hoe lang ik ben en hoeveel ik weeg en zo. Maar ik weet nog niet precies waar ik nou precies van hou in de slaapkamer. Uiteindelijk heb ik met iemand afgesproken, een hele leuke jongen. Waar ik al best wel een lange tijd eigenlijk contact mee had. Ook heel veel dingen qua ik teken heel veel, hij tekende heel veel. Ik hield heel erg van natuur, hij ook. En dat was een superleuke connectie. En toen heb ik met hem afgesproken, samen met mijn beste vriend erbij. En dat was een superleuke eerste date. En ik heb later nog een keer met hem afgesproken. Toen wel seks met hem gehad, de eerste keer niet, de tweede keer wel. En dat was een ontzettend leuke ervaring. Dat was mijn allereerste keer dat ik met iemand afsprak via Grindr. Ik zou zeggen, doe lekker rustig aan en je hebt geen haast.
Helaas was mijn eerste ervaring niet zo positief. Ik vond toen een website waar je als gay mannen anoniem met elkaar kunt chatten of afspreken. En ik kwam al snel in contact met een jongen. Hij was 25 jaar oud en hij leek zelfs een beetje op een knappe jongen uit de serie die ik graag keek. We hadden een fijn gesprek, wisselden wat gegevens uit en we besloten die avond ook af te spreken. Hij stelde voor om een taxi te sturen, maar omdat ik aangaf dat ik geen geld had, zou hij hem ook nog eens voor mij betalen. Ik zou dan bij zijn huis afgezet worden en het beloofde een leuke date te worden. Maar ja, dat liep toch iets anders dan verwacht. Goed, waar begin je? Er zijn verschillende apps. Maar zoals je in deze aflevering hebt gemerkt, kunnen dating apps nogal overweldigend zijn. Mensen laten geen gras groeien over waar ze naar op zoek zijn. Maar vergeet niet dat hier ook veel leuks uit voort kan komen. Zorg vooral dat je voorbereid bent op de berichtjes en weet goed waar je zelf naar op zoek bent. En als je een leuk gesprek hebt via een dating app, hoe weet je dan of diegene waarmee je praat te vertrouwen is? Deze vraag beantwoord ik volgende week. Nou, dat is wel echt een red flag.